Het Hof van Justitie zal op 11 mei een uitspraak doen over het hoger beroep van het Openbaar Ministerie. Bij de laatste zitting heeft het Openbaar Ministerie namelijk beroep aangetekend tegen de beslissing van de krijgsraad om de 8 december strafzaak voor te zetten. Het Hof had namelijk op 7 maart besloten de 3 verdachten, Orlando Heidanus, Kenneth Kempes en Lucien Leeuwens, die niet correct waren gedagvaard, alsnog te horen. Dit zou vandaag gebeuren. Ze hebben echter ook vandaag verstek laten gaan en waren ook niet vertegenwoordigd door hun advocaten. De zitting was daarom snel beëindigd. Hugo Ezet, advocaat van de nabestaanden in het 8 december strafproces, zegt dat de nabestaanden ervan uitgaan dat het hoger beroep wordt afgewezen. Omdat er geen rechtsgrond voor is. Ook uit de vragen die het Hof gesteld heeft aan de procureur-generaal vorige keer en ook deze keer. Namelijk of de procureur-generaal kan aangeven welk specifiek artikel van het wetboek van strafvordering zij zich op beroepen. Dat heeft de PG niet kunnen doen. Althans, hij heeft aangegeven dat er niet een specifiek artikel is, maar dat het uit het systeem van de wet zou volgen. Wij denken dat dat een heel zwakke argumentatie is. En wij hebben daarom goede hoop dat het hoger beroep zal worden afgewezen, omdat er geen deugdelijke rechtsgrond voor is. Dat is onze zienswijze. Ezet zegt verder dat het hoger beroep ook gehonoreerd kan worden, met als gevolg dat het proces wordt stopgezet. Daar zijn wij heel realistisch over, zegt Ezet. Indien dit mocht worden besloten, zijn de nabestaanden niet van plan te stoppen met hun zoektocht naar rechtvaardigheid. Het wordt wel weer een nieuw probleem dat overwonnen moet worden, geeft Ezet aan. Wij vinden dat vanuit de verdachten in de afgelopen 17 jaar heel veel obstakels zijn opgeworpen. En op basis van die ervaring denken we dat we niet moeten uitsluiten dat er alsnog nieuwe obstakels opgeworpen zullen worden. Maar ja, wat ons betreft hebben de 8 december nabestaanden de geschiedenis aan hun zijde. En als je de geschiedenis aan je zijde hebt, dan kom je altijd veilig in de toekomst. Dus wij hebben vooral hoop natuurlijk, maar wij zetten ons ervoor in om, ondanks al die obstakels, het 8 december strafproces, zoals onze rechtsstaat wil, tot een goed eind te brengen. Hugo Ezet, advocaat van de nabestaanden in het 8 december strafproces. Het Hof van Justitie heeft vandaag bekendgemaakt dat zij op 11 mei aanstaande een uitspraak doet over het hoger beroep dat door het Openbaar Ministerie is aangetekend inzake de beslissing van de krijgsraad om de 8 december strafzaak voor te zetten.